we zitten hier niet in de Kamer om elkaars inbreng te becommentariëren. Dat realiseer ik me heel goed. Maar ik wil toch gezegd hebben dat ik vond dat mevrouw Hermans namens de grootste regeringspartij een tegenvallende inbreng had. Het was passieloos, het was zieloos. Ik heb geen veel techniek gehoord. Ik zeg niet eens dat dat aan mevrouw Hermans ligt, maar ik zou haar willen voorspiegelen. Zou de reden van dat, ja toch, ik vind zwakke inbreng van u, die VVD-kleuren, wat je er ook van vindt, die waren vroeger toch veel meer op de wangen te zien van een fractievoorzitter die daar stond tijdens de algemene beschouwingen. Zou dat niet zo kunnen zijn dat de reden zou kunnen zijn dat dat uw ziel als VVD in handen van D66 hebt gelegd? Mevrouw Hermans. Dat u op alle mogelijke dossiers buigt voor het beleid van D66, dat het gezicht van de VVD eigenlijk een beetje het achterhoofd van D66 is geworden.